Dat jongen. Is elke keer, jongen. Nee, niet. Elke keer dat we hier met het frituur zitten. Yo, welkom bij een nieuwe Ponkers Extra. En vandaag is het weer tijd voor frituur. Inderdaad. Precies. Frituur. En Martijn, wat gaan we koken? Wat gaan we verkoken, wil ik zeggen. Wat gaan we frituren vandaag? We gaan vandaag frituren de pannenkoek. Ja. De magnetron pannenkoek. We gaan dus eigenlijk jou frituren. Pannenkoek. Stel, je hebt geen magnetron thuis, maar wel een frituurpan. Precies, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat kan. Dan gaan wij gewoon nu voor jou even uittesten of het doable is om pannenkoeken te kopen. Om een zakje open te krijgen. Ja, dat gaan we eerst even kijken. Nou. Oh, gaat zo, goed. Nou, hij is open. Nou, ja. Zo? Perfect. Heel leuk. Nou, oh, kijk even. Ja, weet je wat er gaat gebeuren, Martijn? Nou. Die horentjes van ijsjes. Oh ja. Dat is het, denk ik. Maar dan gewoon zo. Het borrelt wel. Ja. Maar alles gaat op een gegeven moment ook hetzelfde smaken en hetzelfde ruiken. Ja. Ik ben ook helemaal klaar met dat frituur. Nee, man. Het ziet er wel lekker uit. Ja, vind ik ook. En je hoort ook, het heeft echt een frituurgeluid. Nee, maar dat heb je toch als je bitterbal erin gooit. Dat is elke keer, jongen. Nee, niet. Elke keer dat we hier met het frituur zitten, dan hoor je weer dat geborrel, jongen. Dat is helemaal niet waar. We gaan het even terugluisteren, oké? Zie je wel, ik had gelijk. Nee, maar weet je wat gelijk is? Ja, lul er maar over. Je hoort het, en je ruikt het, en je ziet het ook. Van ja, het zou het zijn als je dit niet zou zien. Ja. Helemaal goudbruin kan je. Nou, we moeten hem wel even uit laten lekken, denk ik, want het ziet er redelijk vet uit. Oh jezus, het ziet er heel vet uit. Wat denk je? Je pakt is van of zo. Nou, kijk eens aan. Zo. Vette hap, maar het is smaakt nog steeds naar pannenkoek. Krokante pannenkoek. Krokante pannenkoek. Maar wel heel erg vet. Zo, lekker, maar ik denk dat je na drie happen... Ben je er helemaal klaar mee. Nou, weer een geslaagde frituur, Jeppe. Heerlijk, pannenkoek heerlijk. Uit de frituurpan. Check hiernaast voor een andere frituur, waarbij wij iets anders heerlijk gingen frituren. Nou, inderdaad. Linkje vind je ook in de videobeschrijving. Yes. Waar vind je ook onze social media? @MartijnVS, @NoahZeeuw, @JesperKleine en @WijZijnPonkers. Inderdaad, dat vind je dus allemaal terug in de videobeschrijving. Vergeet niet te abonneren, want dan heb je gewoon vaker zo'n lekkere frituur waarbij je iets kan leren van ons, waarbij we iets aan jou laten zien wat je erin kan gooien. Precies, en dat wil je. Wij zien jou de volgende keer bij een nieuwe Ponkers Extra. Hoi!